De wedstrijd tussen Kaarsen Genk en Westerlo is net geëindigd op een 3-3 gelijkspel. En zoals steeds blikken we terug met beide coaches. Te beginnen met de coach van de bezoekende ploeg, Jonas de Roek. Wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Ja, het was een wedstrijd om niet rap te vergeten. Ik denk dat er heel veel gebeurd is deze wedstrijd. Ik denk dat we het begin van de wedstrijd zeker voor Genk was. Ik denk dat ze heel sterk waren begonnen. Ook heel veel druk naar voren toe, veel balbezit. Bij ons was even de eerste 10, 15 minuten zoals we hadden een beetje had voorspeld. Een beetje waar proberen ze zoveel mogelijk controle te houden. Zonder echt grote kansen weg te geven. Op zich lukte dat wel goed tot dan natuurlijk de 1-0 valt. Maar we hadden wel momenten, wel vol in balbezit, dat er wel ruimte was en dat er mogelijkheden waren. Natuurlijk 1-0 achter, zet u aan een beetje om meer naar voren toe wat risico's te nemen. En dan zag je dat we toch op een mooie manier gelijkmaker kunnen maken. En nog meer zelfs, dat we kansen gecreëerd hebben tegen een ploeg die toch weinig doelpunten tegenkrijgt. Maar ja, het was, voor ons was vandaag zeker de eerste helft. We hebben weinig weggegeven tegen een ploeg die heel veel heel aanvallend speelt, maar dan toch de doelpunten die we slikken zijn weer al foutjes die wij moeten vermijden, zeker tegen ploegen zoals Racing Genk. Op het moment 2-1 valt, op eigenlijk een heel ongelukkig moment, juist voor de rust. Als je tot de rust 1-1 kunt houden, dan weet je dat het tweede helft meer mogelijkheden zijn. Dat is natuurlijk mentaal een domper. Natuurlijk, de rode kaart is ook een kantelmoment in de wedstrijd. Ik vond het persoonlijk rechtstreeks rood vind ik vrij zwaar. Omdat je moet ook weten, een jonge speler werd druk opgezet. En echt een reactie heeft hij niet getoond. Dus gewoon een beetje losmaken. Dus ik vond het vrij zwaar verdikt. Maar oké, kan ik als coach natuurlijk niks aan veranderen aan de tegenpartij. En dan is het belangrijk om die situatie goed te benutten. Dat was de bedoeling, de tweede helft. We wisten dat ze vooral de omschakeling gingen proberen gevaarlijk te zijn. En dat we eigenlijk momenten goed moesten kiezen wanneer we kansen konden creëren. En de manier dat de derde goal geval is tegen ons, daar kan ik als coach natuurlijk niet tevreden over zijn. Dat er zaken zijn die niet mogen gebeuren op dit niveau. Er waren momenten dat we die tegenaanval kunnen tegenhouden, dat we niet doen. En dan weet je tegen een ploeg als Genk dat die kwaliteit hebben om zelfs met 10 op tegenaanval met heel veel snelheid een derde doelpunt kunnen maken. Dus dat was een scenario dat we niet hadden voorzien, dat we zeker wel vermijden en moesten vermijden. Ondanks dat denk ik dat we zeker met de jongens die ingekomen zijn en de aanpassingen, dat we veel gevaar creëerden, dat we ervoor blijven gaan, dat we mooie doelpuntjes scoren, die 3-3. En dan was er natuurlijk hoop voor nog meer te kunnen halen. Dus anderzijds ben ik wel tevreden als je hier een puntje kunt halen op Genk. Maar gezien de omstandigheden die we gecreëerd hebben, de omstandigheden hoe de wedstrijd verlopen is, denk ik dat we vandaag zeker meer inzetten. Volgende week komt Kortrijk op bezoek. Dat wordt ongetwijfeld een belangrijke voor jullie. Een match is belangrijk. Hè? Dus, ik had vandaag ook liever de 3 punten gepakt dan de 1 punt, gezien de omstandigheden in de verloop van de wedstrijd. Maar we weten dat we volgende week sowieso terug een wedstrijd hebben waar de 3 punten alles moeten voordoen om de 3 punten te halen. Ik denk dat we dit seizoen al heel veel wedstrijden gespeeld hebben, de meeste wedstrijden gespeeld hebben, waar we aanspraak maakten op een punt of meer punten. En dat is het verschil dat wij, zoals vandaag, die 3-1, dat we die momenten niet goed beheerden. En die kantmomenten, die sleutelmomenten in de wedstrijd, moeten wij als jonge groep beter beheersen. En volgende week wordt het, zoals gezegd, terug een belangrijke wedstrijd. En het is te hopen dat we dan wel die momenten wel naar onze kant kunnen doen draaien. Veel succes. Dank u wel. Wouter, een bewogen wedstrijd. Hoe kijk jij erop terug? Ik denk dat Jonas al veel dingen gezegd heeft. Ik denk dat wij een heel goede eerste helft speelden. We zagen ook dadelijk natuurlijk dat zij zeer behoudend kwamen. Een relatief laag blok, veel in balbezit, maar speculerend op die momenten van counterattack. En
Ja, goed, ik denk dat, we daar wel soms te geforceerd in waren om die openingen te zoeken in plaats van de balcirculatie hoog te houden en op die manier een kans te creëren. Maar er zijn heel veel momenten geweest in en rond de 16 dat we, als we die laatste bal iets meer precies hebben, dat we er meer van kunnen maken nog. Maar ja, dat is niet simpel zoals we al gebleken is als je met een ploeg speelt die dan met heel veel volk in die eigen 16 zit. Langs de andere kant toch heel tevreden dat je dan toch op een goede manier op voorsprong komt. Veel te gemakkelijk op gelijke stand. Maar wel blijven gaan, blijven initiatief tonen om erover te gaan. En ook terecht volgens mij met een voorsprong de rust in. Tweede helft met 10 man was in de organisatie. Hè. We weten ook dat ze dan op balbezit gaan spelen. Zolang het blok konden dicht houden. En daar wij onze momenten pakten. Dat er nog wel dingen mogelijk waren. En dat was ook zo. Hè. Dat bleek ook zo. Ik denk dat de jongens dat heel goed gedaan hebben. Het blok was heel dicht. Eigenlijk weinig weggegeven buiten de twee doelpunten nog. Hè. Dus die vielen eigenlijk op die moment zo'n beetje uit de lucht. En dan moeten wij gewoon met onze counters gewoon meer doen. Hè. Ik denk dat we hele goede counters hadden waar we... ik denk maar aan Painsil, Fadera twee keer in die runs. Dat we daar goede kansen op creëren met 10. En dat is jammer dat je daar geen afmaakt. Want dan win je sowieso die wedstrijd. En dan, ja, goed, dan heb je de fases die de wedstrijd beslissen. Hè. Ik denk de rode kaart. Ik ben blij dat Jonas het ook zegt. Dat het gewoon onterecht een rode kaart was, simpel als dat. En als ik dan de uitleg van de scheidsrechter hoorde na de wedstrijd, zegt hij nog dat Bonsoba zijn arm opspant om dan te gaan slaan. Dan denk ik, ja, dat is bijna voorbedachte raden, man. Ik zeg, wat zien zij dat de hele tribune en de twee banken niet zien? Wat ik zie is dat Bonsoba in een duel heel goed naar binnen draait, heel loskomt, een truitje wordt getrokken op die moment dat hij loskomt en dan zich vrij wil maken. En voor de rest gebeurt daar niks. Maar waarom dat daar dan zo snel en direct met die rode kaart moet gezwaaid worden, ik weet het weer niet. Het is wel jammer dat het niet door de 22 spelers dan verder kon beslist worden. Ook dezelfde fase met Bidal, hè, met die penalty of geen penalty, fluit fout. VAR roept hem omdat hij binnen de 16 is. Ik ga het kijken en beslist dat het uiteindelijk geen fout was. Als je dan de beelden terugkijkt, zie je twee armen rond Bidal. Dan heeft hij gewoon met twee armen vast en dan beslis je terug. Is het dan omdat het penalty was dat je terugkomt? En met fout kan je toch niet ontkennen als je twee armen rond hem hebt. Maar ook dat wordt ontkend bij de scheidsrechter. Dus blijkbaar is daar toch een verschil in visie van voetbalmensen en hun. Oké. De volgende wedstrijd komt er opnieuw snel aan. Volgende week opnieuw Europa in, richting Servië. Ja, goed. Het is heel veel op korte tijd natuurlijk. Maar als speler wil je niet liever. Ik vind gewoon vandaag, we zijn nog met vandaag bezig. Gewoon, dus ik vind gewoon vandaag dat die jongens weer een tegenslag krijgen waar ze eigenlijk meer verdienden dan wat ze gekregen hebben. En er echt wel blijven voor vechten zijn. En ik vind het gewoon jammer voor de jongens dat die niet beloond zijn geweest voor hun harde werk en voor hun kwaliteit. Dat vind ik het jammer. En nu, nu gaan we ons zeker vast klaarmaken naar donderdag toe. Oké, dankjewel. Veel succes. Zoals gezegd, volgende week trekken we terug Europa in voor het vervolg van de Conference League. De volgende thuiswedstrijd is op 22 oktober. Dan ontvangen we KV Mechelen. Graag tot dan.